We gaan een kleine steekproef doen. Onze vier topfavorieten voor zomerrit, dat zijn Bart Kael, Milo, K3 en Clouseau. En ik sta hier bij Senne. En Senne die weet al op wie jij gaat stemmen. Hè? Wie mag er voor jou winnen? Milo. Milo, op ingeven van de mama, denk ik. Ja, een beetje. Ja. K3. K3, mag ik een streepje achter hun naam zetten? Ja, dat mag. Milo. Milo, Jonathan, Howling at the Moon, krijgt er een streepje bij. Derdere en Eline, ik zou dan denken, ja, die stemmen natuurlijk op Milo. Kan ook, maar we gaan toch voor K3. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dansje van Ushuaia? Iets met halfjes en dan zo. Ja, zoiets. Voilà, ze verdienen hier een streepje. Hè. Voilà, K3, twee streepjes erbij. Ik denk, zoals het er nu naar uitziet, dat K3 gaat winnen. Wat denkt u, meneer? Bart Kael. Bart Kael, ah, wel, we zetten er nog een streepje bij voor de Bart. Dankjewel. Dankjewel. Juffrouw Karen is met haar schoolbord op pad geweest en wij hebben een eindconclusie. Alle stemmen zijn geteld, tenminste van de mensen die hier rondliepen op de dijk en op het strand. En we zijn gekomen aan Bart Kael die toch 6 stemmen heeft gekregen, Milo 8, Clouseau haalde er 10, maar de grote winnaar, althans tot nu, zou K3 zijn met Ushuaia. Zij zouden de zomerhit winnen volgens de mensen die hier op de dijk rondlopen. Spannend. Maar vanavond kennen we het echte antwoord pas. Radio 2 Zomerhit 2016.